deze met deze. Ik raad aan. Chef's kiss. Ja, ik ga dus met blauwe monster proberen. Mijn drankje schuimt een beetje. Ton heeft een merengue gemaakt. Ja. En welke dag is het vandaag, boys? Back en biceps. Nee, het is vrijdag, man. Is het al vrijdag? Ik kan me onze laatste vrijdag nog in Boedapest herinneren. Die paal heeft nog steeds gewoon een blessure, hè? Ja. Die paal heeft nog steeds letsel. Als we dit hadden gefilmd... Wat hebben we gefilmd? Ja, ik hoor het. Oh. Oh, nee, ik dacht het hekje waar jij keihard tegenaan bent. Oh, boys, ja, vertel. Nou, ja, het was een moment waar we waren op een pleintje. We hadden al wat gedronken. En Ciao, die heeft eigenlijk de hele vakantie al lopen klagen dat hij zijn bril niet mee had en dat hij niet goed kon kijken. Maar we zaten eerst op zo'n ronddraaiend spin-ding zaten jullie volgens mij. Toch? Je zat eerst met ding rond te draaien, toch? We moesten oversteken. Ja, maar daarvoor waren we en toen kwamen er dus auto's. En Ciao denkt, holy shit, ik moet snel rennen om over te steken. Ja, maar zo'n fietsrek. Dat is zo'n hek die zeg maar uit de straat geklapt kan worden. En dus die kan plat zijn, maar hij kan ook overeind staan. Balkje ertussen, dus zo en dan. En wij renden er echt gewoon lang. En ik zeg maar op heuphoogte, zeg maar. Dus ik ren zo super hard naar hem toe. Ja. Ik heb er nooit iemand zo snel van 60 km per uur naar 0 gegaan in 1 seconde. Die keramische remschijven die zijn er helemaal niks bij. Het is echt alsof je zo'n tuinstoel had en die klapte in één keer dubbel. Ja. Dat zag ook zo raar uit. Ik zag het gebeuren, maar ik kon niet geloven dat hij niet zelf zou stoppen, dus ik zei niks. Hij ziet het wel ofzo. Dan hou ik weglopen. Tegen pijn. Oh, het leek alsof het een glitch was in de Matrix waarschijnlijk ofzo. Tom, wat is naar jouw mening de ultieme back day? Drie oefeningen. Met pull-down, gewoon lekker. En die kan je ook nog eens op verschillende manieren pakken. Een chest-supported machine row. Of... Maar verder met het verhaal, wat? Oh ja. Waar waren we? We moesten even een kleine onderbreking doen. Kleine onderbreking. Dus ja, wij willen natuurlijk niet andere mensen filmen in de kledingkamer. De derde oefening die ik zou doen is een single arm oefening. Dus lat pull-down overhoop. Vanaf boven of vanaf voor? Ja, ik zou hem vanaf... Pardon? Wie is het? Het ging erover van voor of van achter. Je had het over poolbeweging van voor of van achter. Van boven. Nee. Yeah. What do you mean by that, bro? What are you trying to say, whatever? What are you trying to say? Hey, ik hou wel van achter. Dus waar gaan we nu mee beginnen? Bench. Je had toch dat ene dingetje? Of gaan we dat zo meteen pas doen? Ja, wil je dat? Ja. Ja, dat vind ik wel prima. Pak een bijt. Ik stond het zo anders. Ik stond lekker bij te pakken. Ik denk, nee, even rijden. Kom naar achter. Helemaal door. Je armen strekken niet helemaal, dus je komt niet helemaal terug. Als je deze tot faal hebt gedaan, dan pas kom je terug. En dan probeer je nog herhalingen tot hier zo te doen. Ook hier weer tot falen. Perfect. Veel wendbaarder zijn, veel kleiner, dus hebben ze heel die film zeg maar beter kunnen maken met de Sony's waar wij nu mee aan het filmen zijn. Dus je kan echt zo fucking gear verslaafd zijn en gewoon gear geld, maar uiteindelijk kan je... Gear? Haal ik maak je niet met verslaafd. Gear. Huh? Ik ben ook echt zwaar gear verslaafd. Jij bent proteïne. Dat ga ik eruit bliepen, dat ga ik eruit bliepen.
Taste test. Oh, kapot lekker. Dit is echt heel lekker. Ja? Ja. Dit is echt lekker. Wat is je boodschap van de dag? Ondanks dat je trainingen niet gaan zoals je wil, zorg ervoor dat je iedere set 110% geeft. Tom, wat zou je zeggen tegen een 14-jarige Tom? Maak je niet druk, jouw tijd komt wel. Zo. Ja. Ik moest bijna huilen, man. Ja, toch. Wat ben je nou echt? Soms gaat je training niet doen wat je wil, maar Mau zit altijd alsnog IBL's. Het gebeurt. Oké, we gaan naar huis. Nou, dames en heren, dit was de back day. Het was enorm chaotisch. Het was eigenlijk best wel een... Het was een workout die veel te lang duurde. We waren denk ik echt 2,5 uur bezig om 4 oefeningen te doen. Maar het was gewoon lekker bijkletsen. En die pumpkin spice latte was echt wel lekker hoor. Was oprecht lekker. En Ton heeft goede tips gegeven voor de back day. En ik wilde nog wat toevoegen. We hadden uiteindelijk ook besproken dat we een lat-focused en een dikte-focused back day hebben. Dus bij de ene back day, wat ik vaker zeg in video's, dan hebben we 3 oefeningen voor rug. Maar dan zijn er 2 row focus en 1 lat focus. En op een andere dag, dus de volgende back day, focus op 2 lat oefeningen en 1 row oefening. En zo variëren we eigenlijk onze back day. Uiteindelijk hebben we ook nog lekker gegeten. We zijn naar de bakkenbar gegaan en nu ben ik terug thuis. Ik heb wat biefstukjes van Grill Specials uit de vriezer gehaald, in de koelkast gelegd. Die is lekker aan het ontdooien. En dan hebben we onze maaltijden gehad. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan de tips. Misschien willen jullie morgen back day trainen. En laat me trouwens weten met wie ik nog meer moet trainen. Dan zie ik jullie volgende keer. Tot morgen. Goeie lekker.